Jouw leeftijd, Ineke? Oh ja, dat is waar ook zeg. Ja, ja. Ja, tot het einde van het jaar, hè? Ja. Ja. Maar ja, dan hebben we vlog 60 al ruim gemaakt, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Daar ga ik wel vanuit. Wat jij doet? Nou, kijken wat we gaan bekijken hier. Maar dan moet ik mijn zonnebril opzetten, want dan zie ik niks. En we gaan nu even een lekker kopje cappuccino drinken. Zeker wel. Dat is bruinpas. Ja, pittig. Ja, is pittig, hè? Eet smakelijk. Ja, dan ben ik voor. Het is fris, het is koud, het is winderig en het wordt vanavond, Ineke, vannacht? Nou, de kachel moet aanblijven vannacht. Want de voorspelling is? 2 graden, 3 graden. 1, 2, 3 graden zo'n beetje. Ja. Zo, klaar om te vertrekken weer. Eerst zeggen we goedemorgen. Zeggen we eerst goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog, ja, het is precies 11 uur. Nou, mooi. Ja, rij dan door. Hallo allemaal. Leuk dat jullie weer kijken. Welkom bij vlog 59. Is jouw leeftijd, Ineke? Oh ja, dat is waar ook zeg. Ja, ja. Ja, tot het einde van het jaar, hè? Ja. Ja. Maar ja, dan hebben we vlog 60 al ruim gemaakt, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ja. Daar ga ik wel vanuit. Ja. Ja. We zijn onderweg naar Valencia. Ja. Even een sanitaire stop. En eigenlijk gaan we nu gewoon weer verder, want ik vind het hier niet zo gezellig en leuk. Nee, is het ook niet. En een beetje druilig weer, ja. 13 graden. Ja, is niet veel, hè? Is niet veel. Nee, oké. Okay. We doen het ermee. Doei, doei. Doei. Dag Ineke. Hey, hallo. Wat doen we hier? Overnachten. Oké, en waar is hier dan? Vlak bij Valencia. Ja, ik ben ook even de naam van de camperplaats kwijt. Eco Area. Parking of zo? Nee, ja, zoiets, hè? Ja, zet het er maar even hier onderin. Ja, zitten we er onderin. Goedemorgen, Onno. Hey, dag Ineke. Waar gaan we naartoe? We lopen even naar de overkant, dan gaan we met de bus naar Valencia. Was een paaltje. Mooi weer. Ja, het is zeker mooi weer, ja. Ja, dus... Zo, gearriveerd in... Valencia. Niet oversteken. Wat jij doet? Nou, kijken wat we gaan bekijken hier. Maar dan moet ik mijn zonnebril opzetten, want dan zie ik niks. En we gaan nu even een lekker kopje cappuccino drinken. Zeker wel. In de koffiecorner. Een drukke bus, hè? Was het? Ja, het was druk in de bus, ja. En was een pittig ritje, want hier naar Spanje is alles morgen. Maar met autoverkeer... nee, dat is niet, nee. Niet echt morgen. Nee. Maar goed, we zijn er. Ja, we gaan even koffie drinken. En dan gaan we even lekker rondlopen en dan zien we wel. Straks even lunchen. Een uurtje of 2, 3. Oké. De cappuccino zal er zo wel aankomen. Ja. We gaan naar de kathedraal. Ik heb de route aangezet. Ja, 10 minuten lopen. Ineke is de gids vandaag. Ja, het is wel warm, hè? Want ik had al strafpunten van Odido. Oké, we gaan een stukje lopen. 10 minuten was het? Ja. Ongeveer? 9 minuten nog. Oké. Zo, het is best warm, hè? Ja, we zitten in de schaduw, want anders komen we A niet goed op het schermpje zien. Nee. En B is het warm. Nou. Gelukkig, want dat zag er gisteren niet uit. Nee. Zo, een hapje eten in een restaurant. Zien we even naar het toilet. En dat gaat als verraad als gisteren. Rood wijntje. Eet smakelijk, Ineke. Jij ook, schatje? Patatas bravas. Ja, pittig. Ja, is pittig, hè? Eet smakelijk. We hebben ons voorgerechtje gehad van de menu del dia. We krijgen nu nog het hoofdgerecht. Ik zeg nee tegen Ineke, of tegen jou, dat het een leuk restaurant is. Ja. Ook mooie aankleding. Lekkere wijn. Heerlijke Rioja. Ja. En we zitten te wachten op ons... hoofdgerecht uit de menu del dia. Tot nu toe prima. Kabeljauwkroketjes. Ja, en patatas bravas. Ja. Pittige. Hele pittige, was lekker. Ja. En ja, pan. Met een tomatenprutje en knoflooksaus. Knoflookmayonaise, ja. Ja. Ja, erg lekker. Nou, hebben we heerlijk gegeten of niet? Ik dacht het wel, ja. Ja. Het was, ja, was echt lekker, heel erg lekker. Ja. Goede bediening, leuk restaurant, leuke muziek, lekker relaxed. Ja, ik krijg een ander recept. Zeg je? We hebben lekker volgerecht, hoofdgerecht, toetje gehad, ja. Lekkere wijn. Menu del dia. Een espressootje. Een café solo. Ja, en nu gaan we weer even... Lopen, even de kilootjes eraf lopen hier, hè? Al kopen we niet weer eten, geloof ik. Nee. Maar goed, dat doen we ook niet eerder dan morgenochtend. Nee, ik denk het ook niet. Nee. Nee. Oké, vamos. Vamos. Onno? Nou. Hebben we hier gisteren gelopen en nu rijden we met de camper doorheen. Door Valencia, ja. Valencia. Ja. Dus, maar goed, we gaan richting Saragossa. Ja, ik denk dat we een beetje de buitenwijk hebben. We zullen niet echt in het centrum komen. Dat zijn we geweest. We rijden nu alweer bijna uit. Ja, het is stiller dan gisteren, maar ja, het is nog vroeg, hè? Dat gaat niet doen. Ik ga op de taxi en de... Ja, dan ben ik voor. Dan ben ik voor en dan kan ik voorkruipen. Hoe? Stomme Hollanders, ze gaan de regels uit, ja. Die zelf weten. Nou, daar zijn we nog even. Ja. Het waait nog steeds. Nou, hopelijk zijn we er nog heel lang. Ja, ja, ja. Het is een beetje bewolkt en we moeten nog 162 kilometer op deze rammelsnelweg. Ja. Mooie bergen nog daar. Ja, wij rijden eigenlijk richting Saragossa. Ja. Min of meer. Hey, hallo. Dag Ineke. Nou, we zijn op de camperplaats gearriveerd. Ja. Het is niet de mooiste waar we ooit gestaan hebben. Nee, maar ook niet de lelijkste. Nee, nee, het is een prima plek, rustig. We zijn de enige. Ja, dit is het. Ja. Wij staan hier. Daar zijn de toiletten. Daar heeft Ineke nog niet gekeken. Gaan we nu doen. Het is fris, het is koud, het is winderig en het wordt vanavond, Ineke, vannacht. Nou, de kachel moet aanblijven vannacht. Want de voorspelling is... 2 graden, 3 graden. 1, 2, 3 graden zo'n beetje. Ja. Oeh. Dat wordt dicht tegen elkaar aan liggen. Oeh. Hier het toilet. Douche. Nou, ziet er prima uit. Ja. Maar het ziet er niet slecht uit. Nee. Goed geregeld. Maar voor de rest, ja, dit is het. Ja, het is lekker rustig. En dit is in het plaatsje, of vlakbij de plaats, Calamocha. Hoe je het dan ook uitspreekt. C-A-L-A-M-O-S-C-H-A. Nou, hier vuilnisbakken. Hier kan je wc legen. Chemisch toilet. Hier kan je water tappen. En hier kan je grijs water lozen. Warm water? Nee, koud alleen. Alleen koud. Oké, nou dat wordt al lastig afwassen. Heb ik de Starlink neergezet? Want ja. Wifi is er niet? Nee, geen wifi. Er is helemaal geen wifi. Nee. Dus de Starlink doet weer zijn werk. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn er weer helemaal klaar voor om te vertrekken. Ja, we gaan vertrekken uit Calamocha. Waar het koud is. Waar het koud is. De kachel hebben we aangehad vannacht. Ja. We gaan nu naar Pamplona. Pamplona. Okay. Gratis camperplek. Ja. Voorzieningen volgens mij allemaal. Ja, je toiletje en je... Water, grijs water en zo. Ja. Maar goed, het is 4 uurtjes rijden. Ja. Het is even wat langer dan we normaal doen, maar het is niet anders. Nee, dat is zo. En dan morgen Frankrijk in. Ja. Hallo Onno. Dag Ineke en... kijkers van ons YouTube-kanaal. We hebben net even gestopt voor een kopje koffie. Ja. En zijn nu weer op weg. Onderwegs. Ja. En route. On the road. Het is mooi weer. Het is niet echt maar heel warm, 15 graden. Ja. Maar wel een mooi zonnetje. Zeker. Rij je op een tolweg, notabene. Oh ja, dat is waar ook, ja. Ja. Onze apparaatje deed het gewoon. Dus, prima, ja. Maar ja, het is lekker comfortabel hè, rijden zo. Ja, het is een goede weg dit. En wij zijn comfortcamperaars, dus ja, past helemaal bij ons dit. Ja. Zo, klaar om te vertrekken weer. Ik zeg wel goedemorgen. Zeggen we eerst goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog, ja, het is precies 11 uur. Nou, mooi. Ja, we hebben hier prima geslapen. Ja. Het is redelijk weer. Dus... ja, het zonnetje schijnt. Ja. Het is een beetje een frisse windje, maar... vandaag was de laatste camperstop in Spanje voorlopig. Ja, dit is de laatste dag in Spanje. Ja. De laatste paar uurtjes. Ja. Camperplek in... Pamplona. Vlakbij Pamplona. Ja, vlakbij. Ja, net een stadje erbuiten. Ja. We gaan nog even... doet een beetje Oostenrijks aan. Als ja, het doet een beetje kijkt. Oostenrijks aan, ja. We gaan nog gas tanken. Diesel hebben we gisteren getankt. Dus we kunnen er tegenaan. Ja. En wat zeggen we dan? Vamos. Vamos. Nou, dat is toch een mooi stukje weg dit. Ja, zeker. We gaan groen toch... hier, hè? Ja, we gaan... ja, groen sowieso. Ja. En we gaan toch nog een stukje door de Pyreneeën. Ja. Maar we hebben wel besloten om de comfortweg te nemen. Dat is langs de kust. Het was 70 kilometer langer. Dit, ja, deze route. Ja, in kilometers, maar het was een minuut sneller. Dus kan je nagaan wat je door de Pyreneeën, ja, dwars door de Pyreneeën doet. Yep. En wij zijn best avontuurlijk, maar op onze manier. Nou ja, in Frankrijk noem je dit de péage, in het Spaans zeg je? Péage, péage. Oh, we hebben weer de verkeerde. Oeps. Oh nee. Tegenwoordig kan je toch niet meer met contant geld betalen hier? Oh, hij doet dat nog steeds, hè? Daar ga ik wel vanuit, ja. En zijn we... oh nee, over 1 kilometer. Ja. Adios, Español. Nee, over 1 kilometer. Adios, España. Nee, en over 1 kilometer zijn we, gaan we Frankrijk in. Oh, dit is neutraal gebied. Het grensgebied tussen 2 landen. España hasta luego. Ja, rij dan door. Jongen. Nog een telepéage. Ja, dat is de Franse telepéage. Ja. Want we gaan hier ook gelijk Frankrijk en binnen. En dan zeggen we? Bonjour France. C'est un grand honneur, je suis ici encore. Ja, daar komt er weer op. Oeps, deze. Zo, even een stopje voor een lunch in de camper. Niet zo'n echt hele mooie plek, maar goed. Druk met vrachtwagens, hé Ineke? Ja. En vertel eens, waar gaan we heen? Oh, ik weet niet hoe dat plaatsje heet. Navarrenx. Navarrenx? Navarrenx. Ja, gaan we naar een camping? Ja. Dus Le Petit Lande. Oh nee, dat is de volgende. Ja. Oh nee, dat is pas na Bergerac. We gaan nu naar, weet ik nog niet eigenlijk. Nee, ik weet ook niet hoe die camping heet, maar de uitgebreide camping. Ja. Daar gaan we een paar dagen blijven. We hebben een leuke rit achter de rug, door de bergen. Mooi, mooi, mooi. Echt, mooi het ene hoekje om en het andere hoekje om was een mooie beeld, de bergen. Ja. Daar laten we hierna nog wel even wat van zien. En tijdens dit gesprekje misschien is dat ook wel leuk. Ja. Maar hierbij gaan we de vlog afsluiten. Ja. Dus nog niet meteen weggaan omdat we de vlog afsluiten, want er komen nog hele mooie beelden vanuit de bergen. Ja. Maar we sluiten wel de vlog af en dat is dan vlog 59, ja? Die we afsluiten. 60. 59. En dan is het vandaag vrijdag. Onze zoon is jarig. Oh ja, yeah, Martijn, ja, gefeliciteerd. Als hij dit ziet, dan is hij alweer... Een paar dagen, anderhalve week verder. Maar alsnog, van harte gefeliciteerd, ja, liever. Vanuit Frankrijk. Ja. Het zingt hier een beetje. Ja. Ja. We gaan. Duimpjes, altijd leuk. Ja. Reacties, nog leuker. En abonneren, ook leuk. Ja. Eigenlijk is alles leuk. Maar dus nog niet weggaan, want we krijgen nu nog meer mooie beelden uit de bergen. Ja. Van Spanje, Pyreneeën.